Hoi, ik wil het even hebben over de rustmassa van een foton. Algemene wetenschap wil ons wijsmaken dat een foton geen rustmassa kent. Dat is een grapje, want het kent wel degelijk rustmassa. Ik zal het uitleggen hoe het zit. Het is heel eenvoudig. Dit is het grootste misverstand. Massa en gewicht zijn gerelateerd. Dat is een misverstand, vandaar het rode kruis. Massa en gewicht hebben niets met elkaar van doen. We nemen als voorbeeld een massadeeltje. En dit is een klein massadeeltje. Dit is een nucleon. Uit een nucleon zijn atomen opgebouwd. En bijvoorbeeld dit kan deel uitmaken van de structuur. De andere twee kunnen dan blijven spinnen. We praten over de downquark en de twee ups. Dit nucleon bestaat uit drie quarks. En iedere kwark bestaat uit twee gravitonen. Die massa verandert niet of het ding nou spint, ja of nee. Die massa blijft hetzelfde. Het aantal kwarks, het aantal gravitonen blijft gelijk. Hier op tekening een spinnend nucleon en een stilstaand nucleon. Massa blijft gelijk. Het gewicht echter is anders. Het gewicht gaat niet om de massa, het gewicht hangt af van de spin van zo'n nucleon. Hoe hij ronddraait. Want als een nucleon ronddraait, is dat net als een vliegtuigpropeller of een scheepsstof. Hij zal deeltjes versnellen naar de andere kant toe en daarmee richting aarde gaan. Pak de aarde, daar komen veel gravitonen vanaf. Die schieten door dat spinnende dingetje heen. Net als bij de wieg van Newton, tik, tik, ziet hij door. Bij de andere kant aangekomen krijg je een extra opdoffer van dat spinnende nucleon. En zal versneld naar de ruimte worden geschoten. Dus een graviton versnelt richting ruimte. De impuls van het graviton neemt toe. Actie is minus reactie. Het massadeeltje, het nucleon, wordt richting aarde geduwd. Dus dat is de zwaartekracht in effect. Die ontstaat dus, en de zwaartekracht levert het gewicht. Dus het gewicht is afhankelijk van de zwaartekracht, afhankelijk van dit motortje en ook het aantal gravitonen wat er tegenaan knalt. Op de maan is het aantal gravitonen minder wat er per seconde tegenaan knalt. Kan hij dus minder gravitonen versnellen en zal hij dus minder hard op het maanoppervlak drukken. Dus dat is hoe gewicht werkt. Dat is gewicht. Massa is dus de opbouw van het apparaatje. Gewicht is de spin. Nou, op het moment als zo'n nucleon stilstaat, laten we zeggen bij supergeleiding, dan is het zwaartekrachteffect nul. Dan kan het object dus zweven, omdat het niet meer versneld wordt naar beneden toe. En het wordt niet versneld, omdat de gravitonen niet versneld worden. Actie is minus reactie. Dus als hij stilstaat, kan hij geen gravitonen naar buiten schieten, zal hij zichzelf dus ook niet naar beneden drukken. Dus de massa van een spinnend nucleon blijft gelijk aan de massa van een stilstaand nucleon, maar het gewicht van een spinnend nucleon die is reëel en het gewicht van een stilstaand nucleon is nul. De supergeleiding. Nou heb ik het gehad over massa, nu gaan we gaan kijken naar een foton en een foton is ook een massadeeltje. Ah, het licht schijnt buiten naar binnen, dus ik heb hier een foton op de bank liggen. Nou, het lijkt een beetje hierop. Een foton kaartwielt door de ruimte. Ja, het draait rond. Het bestaat uit een proton. En het bestaat uit een positron en een elektron. En die wisselen van plaats. Want hij staat nou stil. Dan draait de bovenste snel. En dan staat de bovenste stil. En gaat hij weer sneller. Dus ze wisselen van plaats. Die positron, ze krijgen allebei, het zijn allebei dezelfde deeltjes, gravitonen. Gaat hij snel, is het een elektron. Gaat hij langzaam, is het een positron. En zo zien we dus hoe het uit een positron en een elektron bestaat. En we zien ook meteen het veld ontstaan, omdat het iedere keer versnelt en stilstaat het deeltje. En dat maakt dat veld, het wisselveld. Nou, dat is dus je foton, hebben we gehad, kaartwielt door de ruimte. Bestaat uit twee gravitonen. En het maakt niet uit of dat foton door de ruimte beweegt of stilstaat. De massa blijft exact gelijk. Dus ook hier, bij het foton heb je de massa in beweging is gelijk aan de massa in rust. Dus
Daarmee weer ik al meteen het andere tegenovergestelde. Een foton in rust heeft exact dezelfde massa als een foton in beweging. En die massa is reëel. Die is niet nul, die massa is reëel. Het gewicht echter is wel nul. Want ook hier, tijdens dat voorbewegen, zien wij een spin. Met andere woorden, de mogelijkheid om gravitonen aan de andere kant, naar de andere kant te verplaatsen en te versnellen. Staat het foton stil, dan zal zo'n graviton vanaf de aarde wel degelijk er doorheen schieten, maar het heeft geen momentum, het kan geen klap uitdelen aan het graviton om het graviton te versnellen. Met andere woorden, het foton zal hier wel richting planeten gedrukt worden, wel richting massa's gedrukt worden, zij het heel licht, want het is niet echt een massadeeltje, het is slechts de helft ervan aan het spinnende, het spint er maar eentje en niet twee, dus die kracht is wat minder. Maar een foton heeft dus gewicht op het moment dat het in beweging is. Staat het foton stil, is het in rusten, dan kan het geen gravitonen versnellen. Is er dus geen delta-impuls voor het graviton, dus ook geen delta-impuls voor het foton. Actie is minus reactie. Het houdt in dat de foton dus geen gewicht kent in rust. Opnieuw, de foton in beweging kent massa. Omdat die spint, kent hij dan ook gewicht. De foton in rust kent nog steeds dezelfde massa, alleen het kent geen gewicht meer omdat het stilstaat en niet meer spint. En aangezien de wetenschap nog steeds massa en gewicht met elkaar verwisselt en met elkaar verwart, zegt de wetenschap heel droog tegen ons, een foto heeft geen rustmassa. Heeft hij wel, alleen het gewicht is nul. Dat is hij. Dank je en de groeten.